In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je de beste FPS kan halen en hoe je de beste ping of beste internetconnectie kan halen op Fortnite. Dit ga ik vertellen voor zowel hoe je dat krijgt op PC en zo hoe je het krijgt op console. Als je deze video heel super tof vindt, drop even de like, abonneer op de Veelgevraagd met dat belletje aan en gebruik als supporter creator code Veelgevraagd in de item shop. En geloof me, deze video gaat heel handig worden voor jou, omdat je dus gewoon beter wordt letterlijk in de game met, als je deze dingen doet. In ieder geval de meeste van deze dingen zijn eigenlijk altijd aan te raden. Sommige van deze settings zijn een beetje situational, dus die zijn soms toepasselijk en soms niet, maar dat zal ik ook duidelijk uitleggen in deze video. Laten we gewoon gaan beginnen met PC. Hoe kan je ervoor zorgen dat je FPS en je internet zo goed mogelijk is op Fortnite? Laten we gewoon beginnen met de video settings. De video settings zijn in principe het allerbelangrijkste om een goede FPS te behalen. En ik zal jullie uitleggen hoe je deze het beste kan instellen. Je ziet nu mijn instellingen. Dit zijn de instellingen die ik dus op dit moment gebruik. Ik heb niet de meest optimale instellingen om dus de beste FPS te halen. Maar ik zal je uitleggen waarom dat is en wat je dus dan wel moet doen. Er zijn een aantal dingen die heel erg belangrijk zijn. Waaronder bijvoorbeeld de framerate. Limit, hoeveel FPS je maximaal wil halen. Ik heb hem maximaal gezet op 144 FPS. Je zou hem in principe op unlimited kunnen zetten. Maakt niet heel veel uit. Dan heb je alleen een beetje een schommeling. Maar vaak is dat geen probleem. Dus ik raad je dan ook aan om hem of op unlimited te zetten of op de hoeveelheid hertz die jouw scherm aan kan. En daar kom ik je straks nog even op terug. Ik heb een 144 hertz scherm, dus ik zet hem ook op 144 FPS. Want dan match je de hertz mooi met de FPS. FPS staat trouwens voor frames per seconde. Dus hoeveel beeldjes je per seconde ziet. En dat maakt natuurlijk de video en hoe smooth het is. Gaan we door naar hier naar beneden, naar 3D resolutie. Deze zou ik zelf persoonlijk altijd op 100% houden en gewoon op het beeldscherm natuurlijk. Zorg trouwens ook voor dat de display resolution dezelfde is als wat natuurlijk je beeldscherm is. Als je een full HD scherm is, dan is dit het meestal. En zet het me gewoon op 100%, maar stel je wil een keer wat anders proberen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om op iets anders te zetten. Waardoor je karakters wat breder zijn, maar niet wat minder hoog. Uiteindelijk maakt het niet heel veel uit, maar het is maar net wat je fijner vindt. Ik zou aanraden, ook voor de mooiheid van de game, om gewoon hierop te laten staan. Gaan we door naar natuurlijk de belangrijkste settings, en dat zijn deze settings. Het meest optimale is niet wat ik hier heb, zei ik net al. Dat is eigenlijk gewoon dit. Huppa, alles op of behalve view distance. Waarom moet view distance zo hoog? Omdat je dan het verste kan kijken. Dan spawnen enemies en de spawn loot gewoon het verst mogelijk in. Dus zet die altijd op epic. Tenzij je PC het echt niet aan kan, dan kan je deze nog op far zetten. En misschien nog op medium. Maar ik zou hem op epic laten staan. Dan het beste is om deze allemaal uit of op low te zetten. Waarom is dat? Het zorgt gewoon voor dat je FPS zo hoog mogelijk is. Maar de reden waarom ik hem hoger heb staan is omdat onze PC's die we hebben, die zijn super sterk en super krachtig. En daardoor kunnen we 144 FPS makkelijk halen met deze settings. En dat is ons doel ook uiteindelijk. Maar stel, Matthijs en ik willen gewoon echt de beste spelers ooit worden. En we willen gaan trainen. En we willen echt alles uit onze game halen. Dan moeten we hem hier opzetten. Want dan runt de game het snelst. En dan is je response time en je input lag. En dat is namelijk als je bijvoorbeeld zo schuift met je muis, hoe snel het op de game ook verschuift. Dat is de tijd. Die tijd ertussen is de input lag. En daarmee minimaliseer je het ook op deze manier. Omdat je computer gewoon minder proces, laat maar zeggen. Maar ik zou hem dus op high. Gewoon puur omdat wij het niet per se daarvoor doen. En als je PC het aan kan, kan je dit best doen. Maar eigenlijk zijn dit dus de beste settings. Gaan we door naar VSync. Zet die gewoon uit. Heeft geen uitleg nodig. Motion blur net zo. Hou die gewoon uit. Is beter voor iedereen en ook voor jou. Het ziet er misschien mooi uit als je het aan hebt staan, maar het is gewoon niet goed voor je PC. Tenminste, het zorgt ervoor dat als je beweegt, dat je dan lag kan hebben. FPS, dat heeft verder niet veel mee te maken, maar dan kan je in ieder geval zien hoeveel FPS je haalt. Dus ik raad aan om die aan te laten staan, zodat je het gewoon kan zien wanneer hoeveel FPS je hebt. Wat trouwens ook belangrijk is bij de video instellingen is dat je de window mode op full screen hebt staan en niet op bijvoorbeeld
bijvoorbeeld Windows fullscreen of op Windows. Dit zorgt namelijk gewoon voor meer input lag, meer lag over het algemeen. Dus zorg ervoor dat je op fullscreen staat en haal je het meeste uit de game. Dan gaan we door naar de Windows settings. Want ja, je hebt naast de game natuurlijk ook settings in je Windows. Tenminste, ik neem aan dat jouw operating system Windows is. Als het een andere operating system is, dan volgens mij Mac kan je ook Fortnite op spelen. Dan weet ik het zo niet. Dan moet je denk ik even een andere video zoeken. Maar ik weet het in ieder geval wel voor Windows. Het eerste wat je moet doen bij je Windows settings is je hertz even checken. Kijk even hoeveel hertz jouw monitor aan kan. Hoogstwaarschijnlijk zal het 50 of 60 hertz zijn. Dat is namelijk een standaard monitor voor een PC. Dus niet voor een televisie, want een televisie is wat anders dan een computermonitor. Onthoud dat, maar daar kom ik straks nog wel even op televisies. Maar een monitor heeft in ieder geval een x-aantal hoeveelheid hertz. En dat is hoe vaak dus het scherm refresht, zo kan je het eigenlijk zeggen. En als jij 50 of 60 hertz hebt, dan moet je ervoor zorgen dat ook Windows op 50 of 60 hertz staat ingesteld. Ik laat jullie nu ook een beeld zien hoe je daar kan komen bij dus die hertz en hoe je dat dus kan instellen. Check het dus daar heel goed. Maar stel je hebt wel een 144 hertz monitor, dan moet je hem echt op 144 hertz zetten. Want Windows doet dat niet automatisch over het algemeen. Dus vaak moet je zelf handmatig je PC zeggen van joh, deze scherm is 144 hertz. Zorg ervoor dat de output ook 144 hertz is. Dus dat is heel erg belangrijk om dat even te checken. Dat zorgt ervoor namelijk ook dat weer je input lag minder erg is. Dat je response time beter is. Dus dat is heel belangrijk dat je in ieder geval de juiste hertz hebt. En daarnaast, als jouw monitor G-Sync aan kan. En daar moet je echt best wel een dure monitor voor hebben meestal. Dan moet je dat aanzetten. Want dat zorgt er gewoon voor dat je grafische kaart beter reageert. Beter werkt met dus de game en dus met je monitor. Verder is het ook heel belangrijk om je drivers up-to-date te hebben. Voornamelijk is het belangrijk om de drivers van je videokaart up-to-date te hebben. Als je bijvoorbeeld Nvidia hebt of AMD, dan heb je vaak als standaard een soort van programmaatje geïnstalleerd waarbij je dat bij kan houden. Voor Nvidia is het Nvidia Experience. En voor AMD weet ik het zo even niet. Maar zorg er in ieder geval voor dat die up-to-date is. Daarnaast is het ook wel een tip als je echt een mindere PC hebt om alle processen op de achtergrond af te sluiten. Dus dat je dingen als Google Chrome uit hebt staan of andere internetbrowsers of bijvoorbeeld Word of PowerPoint of noem maar op. Eigenlijk moet je alles uitzetten. Dat zorgt ervoor namelijk dat je PC zo min mogelijk hoeft te doen en dat hij meer focus kan leggen op dus Fortnite. Dan gaan we door naar internet lag. Hoe reduce je de internet lag het beste? Dat is vrij simpel. Er zijn een paar handige tips. Namelijk 1. Zorg ervoor dat je niet op wifi speelt, maar op een vaste connectie. Dus echt op een kabel. Dit zorgt ervoor dat je veel stabielere internet hebt. En het zorgt er ook vooral voor dat je sneller kan reageren. Dat alles eigenlijk sneller gaat. En zorg ervoor dat je niet op wifi gamet. Dat is echt een ding wat je niet moet doen. Daarnaast zorg ervoor dat je netwerk driver of netwerkkaart drivers up-to-date zijn. Is misschien heel erg lastig, maar deze als je even googelt naar update netwerk drivers. Meestal kom je er dan wel uit. En anders moet je het even aan, weet ik veel, je ouders vragen om dat even te doen. En daarnaast is het heel belangrijk, en dan gaan we even terug naar mijn instellingen, om je matchmaking goed te hebben staan. Je hebt namelijk hier bij game, kan je matchmaking region aanpassen. En dan moet je hem eigenlijk gewoon op auto zetten. Of je zet hem op, bijvoorbeeld als je in Nederland woont, op Europa. Dan heb je gewoon 13 ms. En hoe lager de ms, hoe beter het is. Als je bijvoorbeeld hier op Amerika zet, NE, dat is Noord-Amerika. America West, dan zit je op 166 ms. Dus je moet zo laag mogelijk zitten. Maar je kan hem ook gewoon op auto laten. Dan selecteert hij automatisch de beste matchmaking region die er is voor jou. Dan gaan we nu door naar console. Hoe kan je op console de beste dingen halen? Nou, het eerste is, zorg ervoor dat je 60 fps mode aan hebt staan. Maakt niet uit of wat voor monitor je gebruikt, of wat voor tv-scherm je gebruikt, of wat voor PlayStation je gebruikt, of Xbox. Maakt niet uit. Zorg ervoor dat die setting aanstaat, want die is super belangrijk. Want die zorgt ervoor dat alles zo smooth mogelijk loopt. Verder is het ook erg belangrijk dat je internet op orde is bij console. Namelijk, je moet een vaste connectie hebben, net als bij PC. Zorg ervoor dus dat er een kabeltje in je PlayStation of op in je Xbox gaat en dat je niet op wifi speelt. Daarnaast is het op console ook heel belangrijk weer dat je je matchmaking region weer op auto hebt staan of op
Europa heb staan. In ieder geval degene met de minste MS. En dat is het eigenlijk wel voor console. Helaas kan je bij console niet heel erg veel dingen doen aan FPS en aan internet. Je zou nog dingen in de router kunnen doen, maar ik wil daar niet te veel in de diepte over ingaan. Want ik kan het ook zomaar zijn dat je iets kapot maakt en dat willen we natuurlijk niet. Dan heb ik nog één hele grote oplossing voor als je echt lag hebt, voor als je crashes hebt of noem maar op. En dat is namelijk reinstall Fortnite. En deze kan je gebruiken op zowel PC als op console als op mobiel. Dus deze is echt een hele handige. Stel je hebt echt problemen met Fortnite, je kan hem altijd proberen te uninstalleren en dan weer opnieuw te installeren. En vaak lost dat ook al wel hele grote dingen op. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vond je deze video nou super handig? Drop dan even die like. Abonneer op de Vulvraag met het belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!